avond vaak thuis, daar evalueer ik mijn dag. Dat doe ik jankend. Ja! Zie, ik heb wel iets bereikt. Heb je ergens nog op je reet een puist zitten die ze nu kan uitknijpen? Nou, ik zit wel een beetje lastig. Oh, klopt wel, ik ben een huilenbalk, man. Ik wil als poes was uit, maar die had die glazen schoen en die was ze kwijt. En ze hebben die hele die film gehad over een schoen die kwijt is. Dus dat is geniaal. In Dirty Dates gaat een single op zoek naar een nieuwe liefde. En hij of zij kiest de persoon niet aan de hand van het uiterlijk, maar aan de hand van een kijkje in de telefoon. Volgens mij is het een heel hitsig wijf. En een kijkje in de slaapkamer. Het is een beetje een rotzooi. Waar gaan we in godsnaam beginnen? Ah. Geen resultaten gevonden voor seks. Nee, ik ben nog maag. Dat is een hoop bier. Sorry, helemaal geil hier van je. Oh my god. Dit wordt spannend. Ik heb er heel veel zin in, ja. Let's go. Dit zijn de vrijgezelle dames Anna, Elise en Chrisje. We hebben de meiden gevraagd om naar de studio te komen, maar ze hebben nog geen idee wat hun te wachten staat. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Ik ben Chrisje. Hoi Chrisje. Hoi Dave. Hoi, hoi. Dames, hebben jullie enig idee wat wij gaan doen vandaag? Nee. Nee? Spannend? Ja. Dat is mooi, want wij gaan vandaag een date voor jullie zoeken. En dat doen we niet aan de hand van uiterlijk, niet aan de hand van inhoud van jullie, maar aan de hand van de inhoud van jullie telefoons en de inhoud van jullie slaapkamer. Oh my god. Jezus. Ik ga dus straks op pad met jullie potentiële date om dus te kijken wie er het beste bij jullie past. Dus ik zou heel graag aan jullie willen vragen, willen jullie je telefoon en jullie huisletters aan mij leveren? Mijn kamer is een puin op. Ja, ik heb al... Oh my god. Ja, jij zit nog een beetje te kijken van het is wel oké. Ja, nou, ik heb opgeruimd vandaag. Het verhaal kennen we. Nou, ja. Mijn telefoon, alsjeblieft. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Dus jullie hebben straks één escape. Je mag wel iets uitleggen, maar je kan niks tegenhouden. En ik ga er vandoor. De hartelijke groeten en tot ziens. Daag. Zin in? Ja, maar ik vind het wel spannend. Oh my god. Ik val op spontane gasten. Dat hij gewoon lekker een babbel heeft, geïnteresseerd, slim. Vind ik eigenlijk belangrijker dan uiterlijk. Ja, ik vind het best wel kut dat ze in mijn slaapkamer gaan, want het is één grote teringbende. Dit is Mike. Hij is 24 jaar en finalist van de Man Universe NL. Door zijn drukke schema vindt hij het lastig om een leuke meid te vinden. Maar wie weet vindt hij vandaag wel de ware. Hallo Mike. Hallo. Eerste indruk? Ja, knap. Leuke jongen. Ja. Goed? Ja. Ik heb hier een telefoon en huissleutels. Oh, dames. Oh, wie is er mobiel? Is jouw mobiel? Mij, ja. Gaan beginnen. Oh god. En we hebben nu dus de kans om in haar telefoon te kijken. Zullen we dan WhatsApp even door scrollen? Ja, we moeten wel even kijken wat staat. Hier? Ja. Oké, top. Oh, hij heeft een tattoo. Oh, leuk. Ja, daar hou ik van. Ja, ik ook. Wel? Ja. Gelukkig. Ik zag net een bericht voorbij komen dat je een actrice dus meisje zoekt voor een speelfilm. Ze acteert dus. Zit er Tinder op? Nee. Er is wel Happen op haar telefoon. Ja. Even kijken. Met wie is ze allemaal aan het appen? Emilio. Hey. Oh. Knap een woord intypen, hè, bovenin. Geil? Nou, doe eens gek, ja. Er is iemand die de hele tijd terugkomt en dat is Emilio. En Emilio zegt zeker 1, 2, 3, 4, 5 keer geil. Geil, zie ik staan. Wij gebruiken gewoon in onze vriendengroep gebruiken gewoon heel vaak het woord geil. Ja, maar... In plaats van leuk zeggen we oké, geil. We proberen wat meer te weten te komen over onze dame. En het enige wat we zien is dat Emilio 24/7 met een harde pik rondloopt waarschijnlijk. Hij heeft een hele leuke lach. Een leuke lach? Ja, ja, echt zo'n spontane, oprechte lach. Emilio wordt er niet veel wijs van, dus ik ga 1 type seks. Oh, wow. Zie? Yo. Het woordje seks, geen resultaten gevonden. Geen resultaten gevonden voor seks! Net de mij? Je hebt wel seks? Of, Nee. Nee? Nee, ik ben nog maagd. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja, wat leuk. Ja, wat leuk. Ja, ja ik meen het, ja. Oké. Okay. Ex. Ook niet. Exen. Misschien. Examens. Hun zitten te zoeken. Er komt helemaal niks uit. Wat kunnen wij hieruit concluderen? Ze acteert. Ze zit waarschijnlijk in de examenjaar. En ze heeft geen vieze seksgesprek op haar telefoon. Nee. Laten wij lekker naar de huis toe gaan. Yes. Are you ready? Yes. Spannend? Ja. Ja, ik vind het eng, hè? Ja. Dit wel, ja. Ik ben zo benieuwd. Voordat we naar binnen gaan, geef ik jou deze. Oh god. Ja, ja, die handschoenen zijn echt nodig. Het is zover. Oké, let's go. Daar komen ze. Ja. Eins, zwei, drei. Dit.
Go. Het is een beetje een rotzooi. Genoeg kleren in ieder geval. Waar gaan we in godsnaam beginnen? Ah, daar hebben we het. Dit was. Het is wel allemaal schoon. Is het dan schone kleding of is het vieze kleding? Wat denk je zelf? Nou, ik zou mijn schone kleding niet zo neerleggen, maar dan zou ik... Ze heeft zo heel veel vieze kleding. Eten, vieze borden, of ze heeft gezelschap gehad, of ze is een grote eter. Taart heeft ze ook gegeven. Croissantjes, ja. Of en niet schoongemaakt. Oei, ja. Dat staat er al een tijdje, denk ik. Ja, dat staat er al, nou, ja, een week. Aardbeien. En een schimmelsalade. Ja, het is echt erg. Okay. Daar ligt chips, daar liggen koekjes. Ik ben gewoon super druk geweest en daarom is het gewoon echt een tering ben. Ik denk dat het misschien wel een mooie is om even uit te leggen. Oh, oh. Oh, jee. Dave Roelvink. Hallo. Tijger. Hey, schat. Alles lekker? Ja, lekker eten hier allemaal. Ja, daar bellen we ook voor. Ja, nou kijk, ik was de laatste tijd dus heel erg druk. En de vaatwasser stuk en ik heb geen zin om zelf af te wassen. Dus vandaar dat het zo'n grote troep is met alle afwas en etensresten en zo. Oh nee, maar dat maakt niet uit. We hebben nog geen lunch gehad net. Dus we eten gewoon alles op en dan zetten we alles gewoon, zetten we alles gewoon op een aanrecht neer straks. Kan je erin komen? Vind je het geen excuus? Ja, het kan erin komen, maar ik zou het niet in mijn kamer bewaren. De gitaar is stuk, dus ik kan er niet zoveel mee. Speel je gitaar? Ja. Vader Jacob, vader Jacob, slaap geen op. Ik vind het wel leuk dat ze muzikaal is. Dat is wel een pluspunt. Ja, er zit alleen wel aardig wat stof op. Ja. Dat kun je zien. Sport-BH. Ja. Mooi ding. En sportief dus, blijkbaar. Nice. Misschien is ze wel met fotografie bezig. Wat vind je daarvan? Ja, dat is zeker leuk. Jij staat natuurlijk graag voor de camera. Ja. Ja. Dus misschien kan ze wel foto's van je maken. Dus ja, misschien willen ze ook wel een keer samen. Wie weet. Algehele impressie. Wat vind je ervan? Van de kamer? Ja. Een rommeltje. We hebben nu dus de kamer doorzocht. Ja. We hebben een mening. Maar je mag ook iemand uit de telefoon van dame nummer 1 gaan bellen. Ja, interessant. Ja. Ah, moeders. Ja. Hoi, hoi. Misschien een beetje gek dat we zo bellen, maar uw dochter doet mee aan een datingprogramma. Ze hebben er aan de lijn. En we waren heel erg benieuwd of u ons misschien iets meer zou kunnen vertellen over uw dochter. Nou, ze houdt zich heel erg bezig met theater. Hè? Ja. Ze is lief en ja, soms ook wel eens wat onzeker. Ja. Oké, okay. En eventuele vorige vriendjes, wat voor types waren dat? Om eerlijk te zijn, weet ik niet of zij een vriendje heeft gehad. Oké, okay. Nou, dat is ook al heel interessant om precies. Te weten. Hey, hartstikke bedankt. Dag. Hey, doeg. Een leuke moeder die ook niet verlegen is en gewoon durft te vertellen hoe het zit. Hij heeft veel gelachen. Ja, ik vind het wel positief. Ja, toch? Ja. Wij gaan nu beginnen. Oh, met dat is ook heel snel doen. Met de telefoon van dame nummer 2. Oh jee. Ja, ja. En nou? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Wel hè? Ja. Tinder? Ze heeft Tinder. Ja! Ja, ze heeft Tinder. Tinder! Ze heeft 205 matches. Dat zijn er niet weinig. Nee. Maar... Wat staat er op jouw telefoon wat ze absoluut niet mogen vinden? Ja, ik ben natuurlijk single, hè, dus... Ik zie verschillende dingen. Oké. Okay. Nee, ben benieuwd. Onder andere... meisjes. Lin, ik zie volgens mij meisjesnamen ertussen staan. Ja, klopt. Ben jij van... Eet jij van twee walletjes? Ik ben een beetje aan het uitzoeken nog. Oké. Okay. Heb je wel eens een relatie gehad met een vrouw? Nee, geen relatie. Nee. Nee. Maar je bent wel lekker aan het proeven, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat kan allemaal, jongens. Drukke dame. Zullen we even in de WhatsApp gaan loeren? Oh, oké. Okay. Er komen wat leuke berichten naar voren. We hebben dus ingetypt geil. En er is hier even een gesprek gaande. Over geile jongens. Je zijn geil en hun pik wordt hard van zoenen chica's. Ja. Dus ze weet donders goed. Wat er gebeurt als zij met hem uit gaat tongen. Oh, oké. Okay. Ik moet echt weer even snel neuken. Stuurt ze naar een vriendin. Oh my god. Oh my god. Volgens mij is het een heel hitsig wijf. Ze weet wel van wanten, ja. Waarschijnlijk stond ik heel lang droog hier. Ja, dat was niet hebben. Nee, nee. Ja. Denk je dat je haar wel aan kan? Ik bedoel, deze heeft een libido, daar kan je niet tegenop naaien volgens mij. Conclusie. Onze dame valt op mannen en op vrouwen. Ja. Ze houdt van voetbal, ze speelt ook voetbal. Ja. En ze is relatief vaak zo geil als boter. Ja, en ze benoemt het ook. Dus ze is ook wel lekker direct. Ze is lekker direct. Ja. Ja, was wel heftig, vond ik. Vond je het heftig? Ja,
gewoon best wel wat persoonlijke kwesties zijn naar voren gekomen. Huis nummer 2. Ben benieuwd. Ben ik klaar voor? Yes. Post opruimen is al punt 1. Ja, daar had ze niet zo zin in, denk ik. Ja, dat is heel raar. Alle post op de grond. Zijn er nog blauwe enveloppen? Dat is een hoop bier. Ze lust wel eentje. Zijn er nog wat kratjes? Ja. Ah. Ja, voortje boven ben je al uitgeput. Welkom. Het lijkt wel een appartementje wat ze heeft. Dat is nog best wel leuk. Het is wel een stuk netter. Ja. Media studies. Ik zie hier allemaal interessante dingen. Boeken. Sociologie. Kunnen wij het concluderen dat het een slimme meid is? Ik zie grote borsten. Oh, mijn BH. Oké, leuk. Ik heb F. Dat is wel royaal. Misschien wil ze wat delen. Ik ben benieuwd wat hij van de panterjas en die bontjas. Of hij dat leuk vindt. Vind je hem mooi? Eerlijk zeggen. Is hij niet in eerste instantie mijn smaak? Ik vind hem niet mooi. ik weet gewoon niet of er zoveel te vinden valt eigenlijk. Oh? Ja, nou ja, ze heeft het in ieder geval in huis. Oh ja. We horen erin te zitten. 20. Nou, zitten we er nog? 4 in. Safety first, hè? Ja, precies, precies. Heel goed, meid. Dank je. Het bed? Ja, het is wel lekker knus. Nou ja, ik kan hier nog wel aan wennen, denk ik. Ik ben zo benieuwd wat ze nou allemaal zeggen nu. 50 Shades of Grey. Is dit een e-reader of zo? Oh. Mijn e-reader. Wat is dit? Het is dit. Als je hiermee zo op je billen slaat, komt Christian Grey zo eruit. Het boek 50 Shades of Grey ben ik aan het lezen. Ah, verrassend. Ja, verrassend, hè. Anastasia, dat verandert niks aan hoeveel ik je wil. Hier. Nu. Ah, ik Wat is dit dan? Dit is een... E-reader. Nooit van gehoord. Het is gewoon zo'n digitale boek. Verhitte bloed stroomt door mijn lichaam, door mijn zenuwen. Ze worden helemaal geil hiervan, jee. Conclusie. Niet zoveel te vinden. Niet zoveel te vinden. Safe sex. Sociologie. Sociologie, ja. Student. Een meid die in ieder geval hersens heeft. En weet wat ze wil. En weet wat en ze dat wil. Is heel erg belangrijk. Ik ga even in de apps kijken met wie zij vaak appt. Luc. Yo. Hoi Luc, je spreekt met Sophie en met Mike. Want wat bent u van Chrisje? Hartstikke. Oh, wat leuk. Kijk. Oh, wat leuk. Top. Dus u kunt ons alles vertellen over hoe Chrisje is. Chrisje is een hele leuke, open en sociaal veilige meid. Mm-hmm. En minpunten? Ze is heel pleinmatig. Ja? Ze is wat drammelig daardoor af en toe. Oké, maar dat is volgens mij wel een beetje vrouwen-eigen, toch? Nou, ja zeg. En ze is nu natuurlijk aan het daten. Wat zoekt zij in een man? Niet op bovenop springen. Nee, misschien wel een letterlijk zin, maar zeker niet in figuur. Dat komt wel goed, hoor. Dank je wel, hè. Hey, bedankt voor de info. Dag. Jij moet even heel hard gaan nadenken wat je wil. En dan gaan wij die meiden opzoeken. Doen we. Let's top. Go! Gozer. Hey man, Dave. Mike. Davey. Hoe ging het? Lekker hoor. Ja? Ja, de dames zien hem wel zitten hoor. Hoe was het? Dat is het belangrijkste. Ja, leuk. Het waren wel nette kamers hè, op zich. Ja. Dus ik heb en weinig spannende verhalen. Oh, nette kamers. Die tweede was netjes, die eerste. Die is niet zo? Oh, ik ga de dames erbij halen. Helemaal goed. Tam. Charlie's Angels hoor. Godverdomme. Hallo. Ladies. Hoe vonden jullie het gaan? Ik vond het wel leuk. Ja? Ja, ik vond het wel meevallen. En jij? Ja, ik vond het ook erg meevallen. Nou, lieverd. Vriend. Wat mag ik het gebeuren? Ja. Kamer 1 was wat rommeliger. Kamer 2 was wat netter. Dus aan de hand daarvan heb ik gekozen voor kamer 2. Wie is kamer 2? Kijk. Hoi. Mike. Liefde. Het is wel heel goed bevallen. Ja. Positief. Mike ziet er leuk uit. Spontaan, leuke babbel. Dat is wel mijn type. Leuke meid, leuk karakter. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk naar meer. Dus zeker. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even die duimpjes omhoog. Abonneer even en kijk volgende week gewoon weer. Want dan zijn we er weer. En vond je dit een leuke meid? Laat dan even een leuke reactie achter. En vergeet niet, we zijn ook elke week te zien met Dirty Dial. En dat zie je op het Instagram account van Cold Straight Velvet. Dus volg dat ook even. Tot volgende week. Later. Hey,